vond het heel belangrijk dat we in Rotterdam weer wat deden met motoren. Gewoon lekker genieten, lekker spelen op zondagmiddag. Gewoon even wat anders dan je dagelijkse sleur. En vandaar dat ik Rotterdam Dirt Ride heb bedacht. En we hebben hier een grasveld en lekker crossen gewoon. Jullie zijn echt motorfanaten? Nou, mooi weerrijders. Wat heeft u met motoren? Nou, ik vind het wel leuk. Ik heb geen motor zelf, een vriend van me heeft een motor. Ben jij ook gek op motoren? Ja. Ja, ik had toch wel een beetje wat meer Hells Angels verwacht. Ja, die hadden we eigenlijk niet uitgenodigd. En ik denk dat hun motoren hier ook niet helemaal passen. Kom erop jongens, kom op podium. Oké, werkt de andere kant op. Ik mag je wel feliciteren volgens mij. Dankjewel. Want je bent gekroond tot... King of the Strip. Woe! Kom maar! Pop de been! Wat is nou jouw strategie om te winnen? Langzaam beginnen, zodat je tractie hebt en daarna vol gas. Het ziet er toch een beetje eng uit, is dat het ook of valt het wel mee? Nou, het was voor mij de eerste keer op deze motor, off-road. Maar ik heb wel motocross en enduro ervaring. Dus ging wel goed. Heb je ook nooit hier willen starten? Nee, het is mij net even iets te onveilig. Als ZZP'er zijn, doe me niet. Nou, denk ik niet. Daar zijn we een beetje te oud voor. Motor, maar niet met mijn eigen motor. Sloopmotor. Wat vindt u ervan, van het evenement? Nou, leuk. Leuk opgezet en er gebeurt nooit wat op dit terrein, dus helemaal prima. Fantastisch. Ik heb het echt super naar mijn zin. Ik heb het gevoel dat iedereen het onwijs naar zijn zin heeft. En iedereen komt ook langs van, het is super leuk en dit moeten we vaker doen. En het is gewoon een motorfeestje.